Terwijl velen van ons piekeren over hoe we de aarde uitputten en vervuilen, steken anderen de handen uit de mouwen. Overal om ons heen ontspruiten de kiemen van een nieuwe economie. Een circulaire economie, waarin kringlopen gesloten worden en gelijkwaardigheid en samenwerking de uitgangspunten zijn. Geïnspireerd op de natuur en in balans met de natuur. Friesland Campina werkt samen met boerenbedrijven aan een energie-neutrale zuivelketen en zet koemest in voor de productie van biogas. De Bolster houdt biodiversiteit in stand door het veredelen van biologische zaden. Bedrijven experimenteren met nieuwe businessmodellen, zoals het leasen in plaats van verkopen van licht en kleding. En er ontstaat een deeleconomie, waarin consumenten en bedrijven steeds meer diensten en producten via online platforms met elkaar gaan delen. Producten en zelfs hele gebouwen worden ontworpen met hergebruik in gedachten. Of op zo'n manier dat ze na gebruik moeiteloos worden opgenomen in natuurlijke kringlopen. En waar anderen afval zien, zien deze pioniers grondstoffen voor waardevolle producten. Deze ondernemers tonen ons een glimp van de kansen die een circulaire economie te bieden heeft. Om deze delicate kiemen uit te laten groeien tot een krachtig ecosysteem is een vruchtbare voedingsbodem nodig. Nederland biedt ideale omstandigheden om die basis te zijn. Nederlanders hebben lef en creativiteit en staan open voor internationale samenwerking. We hebben specialistische kennis en kunde op het gebied van duurzaamheid in huis. En uit onze rijke geschiedenis blijkt dat ons kleine land niet bang is om grote uitdagingen aan te gaan. Stel je voor dat wij in Nederland het voortouw nemen om de circulaire economie werkelijkheid te maken. Dat we innovatieve doorbraken realiseren, banen creëren en waardevolle groei verwezenlijken. Samen met de vele bevlogen ondernemers en beslissers, ontwerpers en onderzoekers die ons land rijk is.